Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ik ben vandaag in de mansion, zoals jullie kunnen zien met de boys. Super leuk dat jullie weer bij zijn, dames en heren. Vandaag, zoals ik al zei, ben ik dus weer in de mansion en gaan wij allerlei leuke dingen doen. Ik ben met Bing van Tino, Jesse en met Mick. Dus als je dit leuk vindt, smash even dat blauwe duimpje omhoog. Support je mij natuurlijk enorm. Wij gaan vandaag natuurlijk weer wat leuke dingen doen. Ja, nogmaals, ben je niet geabonneerd? Abonneer eventjes. En jongens, wij gaan er vandaag weer een leuke opnamedag van maken. We gaan weer opnames hebben. Dus ja, Bing is er vandaag ook weer bij. Hij is er gewoon weer. Nou, Santino is er ook weer. Ja, zeker, zeker, zeker. Santino is er ook weer. Oh, heb je hem gemist? Oh, yo. Holy shit. Ik heb gisteren weer getraind. Nou, zo gaat het hier de tijd. Mick, hoe gaat het met jou? Ik ben een eerste story op maken. Ja, we gaan daar een hele leuke video opnemen. We gaan onszelf roasten, of laten roasten door de kijkers. Het is waarschijnlijk nog niet online gekomen, dan weet je maar, het alvast. Maar, als je abonneert op Mansion, mis je hem niet. Ja, en abonneert op mijn kanaal. En op mijn kanaal. Fuck you. Dit is wel mooi dit. Voor de mensen die natuurlijk mijn content eerder hebben gecheckt, weten dat ik zelf natuurlijk een Fortnite Nerf pistool heb. Ik heb er 3. Ik heb deze pistool, ik heb de Scar en natuurlijk de shotgun. Maar kijk eens wat Santino in zijn handen heeft. Santino heeft er ook gewoon eentje. We hebben nu allebei dezelfde hier. Ik heb er mijn even... Ik heb er mijn even ingenomen. Ik heb de mijn namelijk even meegenomen omdat ik een video hiermee op wil nemen. En die zag ik langs mij gaan. Die zag ik recht langs mij gaan zo. Maar ik wil dus een video op gaan nemen met deze Nerf pistolen. Dus die gaan jullie ook nog online zien. Dus ik hoop dat jullie het super leuk vinden. Oh, oh yo. Au! Ga weg! Ah! Dat doet het best fijn als je die op je krijgt, maat. Deze guy is echt psycho. Maar we gaan dus nog wat lol hebben met deze Nerf-wapentjes. Oh, jezus. Oh. Wat heb jij dan, Mick? Deze komen terug, hè, de officiële popsicle. Oh, okay. Door Justin Bieber. Wat heb je voor shirt? Jongens, we hebben de Jet-ijzers, noem ik ze maar. En de Justin Bieber fanboy. En de Justin Bieber fanboy. Deze legit Justin Bieber's fan. Noem even je mond, helemaal. Helemaal, verder. Yes, wat gaan we doen? Draaien. Ja, je bent met een video bezig dat het rad bepaalt vandaag jouw dag. Ja, en wat mag ik gaan doen dadelijk? Ja, als ik het rad draai en hij komt op iets, mag ik Chesto op mij schieten. Yes, zin in! Dus kijk zijn video om dat te checken. Wij gaan nu kijken of ik hem mag schieten, ja of nee. De lul. Ja. Au! Oh, dat is een pijn! Toch doe ik het? Kijk eens wie daar is. Yo. Doe je tenminste nog eens wat, hé? Hey. Hij doet het tenminste wat, hè? Wat heb je gedaan? Boodschap gedaan, kijk, toch? Kijk. Oh mijn god. Voor jullie, hé. Wat cute, man. Voor jullie. Wat cute. Zo. Ik krijg een mailtje. Nog een zak. Ik ook. Hé, hey, wat was jij hier? Bericht. Ah, kut, ben ik irrelevant. Godverdomme, ik dacht weer een nieuwe campagne. Ja. Maar heb je zin in de première vanavond? Hadden we het net zin over. In. Ja, die film lijkt me wel leuk. Ben je Fast and the Furious fanboy? Zeker weet, ja, ik ben niet zo'n groot fanboy, maar toch gewoon lachen die film. Ja? Dus, heb je er zin in vanavond? Ja, lekker man, we gaan met de hele groep weer. Maar eerst eventjes kijken wat ze hebben gehad bij die Jumbo. Ga ze op de grond zitten? Ja. Let op, ga ze op de grond zitten? Oké, je hebt je onderarm toch? Ja. Het kan, de kant van dit. Tot en met dit ja. Is je schoenmaat. Leg je voet hier maar in. Van dit naar dit? Ja, verder, dat is de oppervlakte van je voet. Kijk maar. Moet je wel recht je arm erin zetten. Ja. Zie je dat het de maat van je voet is? Wist je dat? De lengte van je onderkant van je arm is de lengte van je voet. Kijk maar, kijk. Waar is de lengte van je schoenmaat? Bro, dan heb ik fucking lang. Ja, dat lijkt zo, maar dat is gewoon normaal. Dat is gewoon je schoenmaat, zie je? In ieder geval, we hebben net een video opgenomen die jullie gisteren hebben gezien. Dus die staat nu al online. Hebben jullie nog gezien? Check dan sowieso ook de video van gisteren. Maar wij gaan straks weer lekker naar de première toe. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus we gaan gewoon met de hele groep. Zelfs Bink. We gaan naar de première. Yes! Dus laten we naar Bjarne gaan. Wij stappen bij Bjarne in de auto. Dan gaan wij met Bjarne mee. Dus let's go. Hey, zou jij alsjeblieft achterin willen zitten? Nee. Hey. Doei. Dit is wel even een next level première, jongens. Kijk deze Audi's ook, jongen. Holy shit, hier Ferrari's. Ze hebben hier gewoon Ferrari's staan, alles. Dikke Porsche, BMW, Audi, Bentley. Wat de heck, maat. Dat moment komt er weer aan, Santino. Ja, we moeten weer niet lopen. Dat moet weer. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ja. Oké, nice. Je bent echt fucking mooi ingezoomd. Wat beter lekker. Altijd nice, even dat monster onze opdoekt, dan met toch nog een blikje. Alsof we er nog niet genoeg hebben. Hey jongens, dit was een film. Wat vonden we ervan? Super tof. Vond je het tof? Ja. Hey meneer Vincent, wat vond je ervan? Ja, leuk man. Lekker grap. Hey, iedereen is aan het vloggen, Vincent. Ja, is het zo? Ik zie geen vloggers hoor. Waar zie jij vloggers dan? Oh, hier is er één. Daar is er één. En hier is er één. Ruud, ik vind het hartstikke. Wat zei hij nou? Wat zei hij nou? Doe. Pak die vlog. Twee camera's, nu moet het wel.
Pak die vlag en ga even rennen. Gewoon even rennen. Alleen even rennen. Ik ga toch niet achter je aan. Nee, gewoon een rondje om in het veld lopen. Hij is toch weg, hè? Doe, ja, doe, doe, bluff. Ik hou dit wel beter. Ga, doe het, doe het, doe het, doe het. Doe nu, hij is weg, nu! Jongens, hij is te groot voor de muis. Fuck dit. Wat is dit nou weer voor fucked up shit? Hé, jongens, ik kan die camera overnemen, hoor. Nee, nee, nee. Ja, doe jij dan, doe jij dan. Nee, ik heb toch net het meeste scheid. Nee, ik moet deze camera beter houden. Oké, verder doet het, verder doet het. Nee, nee, nee. Ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks. Hé, waar komt zij nou best vandaan? Fuck jou. Hij zei hoe de vlag stelt, die komt. Ja. Hij is nu weg. Ik zag gewoon niet. Hij staat gewoon te pissen daar. Oh nee, hij staat een emmer leeg te gooien. Hij staat kotsen net als jij. Oké, jongens, we hebben net de Fast and the Furious première gehad. En ja, we gaan nu onderweg naar huis. Want wij hebben morgen, dat zie je ook nog in deze video, een leuk dagje. Wij worden namelijk om 9:30 ochtends opgehaald door een hele vette auto. En als Santino in zijn vingers knipt dadelijk, komt die auto aan. Dus Santino, knip even in je vingers. 3, 2, 1. Holy shit, de auto is hier, jongens. Holy shit! Yo! Taxi! Lekker man! Holy shit! Dit ding is super vet gek! Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Let's scare the hell out of them. Oh shit! Okay. Oh shit! Oh, 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 holy shit! Holy shit! Holy shit! Yo! Wat? Oh shit. Eén hand baas. Eén hand baas. Die was fucking gek. Zat die rest op dat stuur gek? Holy shit gek. Nou jongens. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. We hebben shift lights hier. Let op. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, dit is zo vet. Dit is niet normaal, echt niet. Oh, dit wordt een leuk ritje, jongen, naar Rotterdam. Let's go. We hebben even een kleine stop gemaakt bij het Corendon Hotel hier in Amsterdam. Want Ronald gaat met ons mee. Ronald kennen jullie wel, die gaat dadelijk ook in deze mooie auto zitten. Dus ik ben benieuwd, we moeten even wachten op Ronald. En dan gaan wij door naar Rotterdam. Ja? Ja. Doe eens, doe eens, doe eens, doe eens. Hey jongens, kijk eens wie er is. Hey jongens. Ronald. Yo, alles goed? Ja, lekker met jou? Het is vroeg. Ja. Maar kan iemand me beter wakker maken? Het is vroeg. Dat kan deze man wel. Dit was een hint. Dat kan deze man. Het is behind the scenes, jongens. Ik ben zo moe. Wat is mijn hard lawaai die me wakker maakt? Oh ja, ja, ik ben wakker hoor. Ja, ik ben wakker. Dit geluid is echt niet normaal. We gaan nu naar Rotterdam. Ik ben echt benieuwd hoe die mensen daar in de stad gaan reageren. We gaan ze onderrijden. Let's go. Ronald? Ja, wat gaan we hier doen eigenlijk? Hij gaat dadelijk raffen. Driften? Nee, raffen. Dan. Wat is raffen? Oké, okay, ja, sure. Maar dat is echt freaking hard. Dus ik echt? Zou wel een beetje opstijgen gaan. Ik ben bang hiervoor. Ik ga de auto op de achtergrond zetten, jongens. Wauw, nee, wat hij nu gaat doen. Hij gaat raffen. Hij zei, zelf filmen in de auto. Oké. Ik ben benieuwd. Okay. Hij stapt uit. Ready guys? Ja. Oké, blijven moet ik mezelf. Daar gaat hij jongens. Met een mooie autodag. Daar gaat. What the fuck? Ik hoor een piepje mooi jongens. Ik hoor een piepje mooi. Dit is. Nu weg. Bizar. What the heck? Komt weer een langere tunnel aan jongens. Oh shit. Dit wordt ziek, man. Oh, my God. Holy shit. Onze auto gaat vandoor, Mick. Maar we zijn in Rotterdam, hey. Dus wij gaan nu kijken. Het was een leuke Uber. Ja, het was een dikke Uber. Maar wij gaan nu kijken. Oh, daar gaat hij. Oh. We gaan nu eens kijken naar de Fast and the Furious stijl van Rotterdam Centraal, als het goed is. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Let's go. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Bye bye, my friend. Yes, wij zijn dus nu in Rotterdam Centraal. Ja. En we gaan dus dadelijk Rotterdam Centraal checken, die helemaal onder Fast and the Furious dingen zit. Ik ben benieuwd, man. Ik ben ook heel erg benieuwd. We gaan nu de metro pakken. En dan komen we op Rotterdam Centraal uit. En voor mij gaat het vet worden. Want de film was al vet. Ik ben nu nog benieuwd naar hoe Rotterdam Centraal eruit ziet. Ik denk heel vet. Oké, okay, laten we kijken. We gaan nog niet naar Rotterdam Centraal toe. Want, Mick, ik zie al Fast and the Furious dingen. Ja, hey. Oh, heel deze muur hangt vol met Fast and the Furious. Dan gaan we door. Kijk dit. Oh.
Holy shit. What the heck is dit? Letterlijk alles is hier Fast and the Furious. Yo. Zie je hoe blij Chesto is? Ik ben freaking blij. Dude. Check deze gang. Dit is ziek, hè? Kijk eens achter je. Zie je echt de schoonheid. Oh, dank je. Oh, wat een lekker ding, zeg. Hey, jongens. Smash dat blauwe duimpje omhoog. En check Fast and the Furious. We hebben net lekker wat gegeten. We hebben lekker gegeten. En we gaan nu karten. Oh, dat is goed voor de maag. Dat is heel goed voor de maag. Klein beetje gekotst kan er komen straks. Oei, oh, daar gaat het al. Het begint nu al. Diederik. We gaan de verkeerde kant. Diederik, Santino. We noemen vanaf Santino vandaag Diederik. Want hij werd herkend als Diederik. Ja. We noemen Santino Diederik vandaag. Heel de dag door. Jesse gaat voor mij een beetje bed. Wat is er, Jesse? Hoe je lekker? Huh? Nee, ik ben zenuwachtig voor karten. Maat. Ik denk echt dat ik niet vooruit kom met die dikke buik van me. Dat zien we dadelijk. Dames en heren, voordat ik deze vlog afsluit, wil ik nu nog iets laten zien. Want ik heb eindelijk mijn schoenen binnengekregen. Ik heb een tijdje geleden iets besteld uit Amerika. En dat heb ik nu eindelijk binnengekregen. Het zijn speciale Nike X-Off-White schoenen. En ik wil deze nog zo graag even met jullie laten zien. Want ik ben zo blij dat ik deze eindelijk heb binnengekregen. Zoals je ziet op de doos staat het Swoosh logo. En dit is een samenwerking van een normale Nike schoen. Samen met het merk Off-White. En daar ben ik heel erg fan van. Heel misschien dat samen van jullie het kennen. Maar ja, ik wil deze schoen gewoon aan jullie laten zien, omdat dit zo, maar ook echt zo een vette schoen is. Kijk, ik ga hem gewoon samen met jullie uitpakken, omdat het gewoon mogelijk is. En het is echt zo, maar ook echt zo'n zieke schoen. Al vind ik het zelf, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ja, ik heb al wat meerdere collaboration schoenen van Nike X Off-White. En nu heb ik dus ook eindelijk de Nike Off-White Blazers. En ik vind deze zo, maar ook echt zo freaking hard. En ja, ik wilde deze al heel lang hebben. Toen dacht ik op een gegeven moment van, ik bestel ze gewoon. Want ik vind deze echt, echt super dik. Normaal, dat normale Nike tag is natuurlijk rood. Zoals je kan zien, deze is babyblauw. Maar ik vind gewoon zelf ook de hele schoen heel erg mooi. Het is eigenlijk een soort van basketbalschoen. Het is een blazer voor de schoenenkenners onder ons. En ja, dit is dus het Nike model. En hier is de andere schoen. Ja, zo moet je ze dus rocken, zeg maar. Je gaat ze sowieso binnenkort wel een keer op mijn Instagram story zien. Ik vind ze in ieder geval super vet. Ik hoop jullie ook. Ik heb ook nog twee zakken veters bij, namelijk oranje veters en witte veters. Maar ja, dit is de schoen en ik vind hem echt ziek, maar dan ook echt ziek hard. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Heel veel mensen vinden natuurlijk Nike of White schoenen niet echt heel erg mooi. Ik wel, maar ik ga hierbij ook gelijk de vlog afsluiten, dames en heren, want ik moet deze vlog editen. Want op het moment dat je dit kijkt, komt seizoen 10 bijna uit, dus daar moet ik goed voor voorbereid zijn. Heb je nog geen blauw duimpje omhoog gelaten, smash nog even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer ook nog even op mijn kanaal. En hoop jullie morgenavond om 6:30 weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal natuurlijk. Ik ga eventjes genieten van deze schoen. En ja, tot de volgende keer, dames en heren. Laters.